Zeeland veroverde Suriname in 1667 op de Engelsen. De kolonie bleef 16 jaar in Zeeuwse handen. De stad Paramaribo werd omgedoopt tot Nieuw-Middelburg. En het Engelse fort heette voortaan Fort Zeelandia. Kijk, hier hebben we Fort Zeelandia aan de Suriname rivier met Paramaribo. Dit is een gravure die na de Zeeuwse kolonisatie gemaakt is. Maar toch heet het hier nog steeds Nieuw-Middelburg, de naam van Paramaribo. Hoewel we Fort Zeelandia tegenwoordig vooral associëren met de decembermoorden van 1982, is het vooral nog steeds een historisch monument dat herinnert aan de Zeeuwse aanwezigheid in Suriname. Dichter bij huis, in het Zeeuws archief, vinden we nog tal van stukken uit deze periode. Onder andere brieven van de Vlissingse commandeur Abraham Krijnse, die in 1666 met een vloot naar Suriname voer om de kolonie te veroveren. De Republiek, het vroegmoderne Nederland, was op dat moment verwikkeld in de Tweede Engelse Oorlog. En de Engelsen hadden de kleine kolonie Essequibo in Zuid-Amerika op de Zeeuwen veroverd. Zeeland besloot daarop de Engelse kolonie Suriname te veroveren. Op 25 februari 1667 kwam Krijnse aan bij het Engelse fort Willoughby, het latere Fort Zeelandia, aan de Suriname rivier. Ongeveer anderhalve week later geven de Engelsen het fort over aan Krijnse. Het fort is op dat moment nog niet echt van steen, veel met hout. En de Engelse gouverneur, wacht op zijn volk dat van Torarica moet komen. Hier hebben we brieven, correspondentie van Krijnse met de Staten van Zeeland. Dit is de oudste brief waarin dit wordt vermeld. En hier zien we dan nog het verhaal en de handtekening van Abraham Krijnse. Engeland deed ruim een half jaar later nog wel een poging om Suriname terug te veroveren. Dat lukte ook, maar de Engelsen moesten de kolonie vanwege een eerder dat jaar gesloten vredesverdrag toch weer aan Zeeland teruggeven. Engeland kreeg het door hen al veroverde Nieuw Amsterdam, het latere New York. Na de vrede van Breda kwam er een Engels eskader met 7 schepen. En die hebben Suriname helemaal geplunderd. Suiker, goederen, alles werd meegenomen naar Barbados. En dat betekende eigenlijk dat de zeeën in een geplunderde kolonie moesten beginnen. Dus bij nul. Toch wilde het bestuur van Zeeland van Suriname zo snel mogelijk een winstgevende kolonie maken. Nieuwe plantages werden ontwikkeld en slaven uit Afrika werden mede door Zeeuwse smokkelaars aangevoerd om daar te werken. Nou, de plannen waren suikerplantages, want suiker was op dat moment een heel belangrijk West-Indisch product. Dus ze hadden snel allerlei planters nodig die vanuit Nederland moesten komen. Er werden advertenties geplaatst in de oprechte Haarlemse Courant, waarin ze gezinnen, planters, maar ook ambachtslieden zochten die dan naar Suriname konden komen. Transport was gratis, ze kregen grond en ze hoefden de eerste 5 jaar geen belasting te betalen. Maar ondanks de stimuleringsmaatregelen kwamen er maar weinig Nederlanders naar Suriname en de Engelse kolonisten vertrokken. Daarnaast stierven veel nieuwkomers aan tropische ziekten. Ook Abraham Krijnse leed aan dysenterie, aan rode loop. En in dit document, een hele bijzondere brief, bewaard gebleven, geschreven door zijn opvolger, wordt vermeld dat hij op 1 februari 1669 in de ochtenduren is overleden. En nog diezelfde dag in de kerk van Torarica, het plaatsje dat een aantal kilometer stroomopwaarts lag van Fort Zeelandia, is begraven. De Zeeuwse kooplieden verloren door alle tegenslagen al spoedig hun interesse in Suriname. De Staten van Zeeland verkochten de kolonie in 1682 voor 260.000 gulden aan de West-Indische Compagnie. Ja, en dat hebben we hier ook. Het octrooi van de Staten-Generaal aan de West-Indische Compagnie, waarbij de kolonie Suriname wordt overgedragen aan de West-Indische Compagnie. En dat staat hier allemaal netjes genoteerd. En hier zien we de akte van transport van de kolonie van Suriname. En dat is getekend op 6 januari 1683, zoals we hier lezen. Suriname bleef ook na het opheffen van de WIC in 1792 onder Nederlands bestuur.
tot 25 november 1975, toen het onafhankelijk werd. De kolonie Essequibo kwam overigens wel weer in Zeeuwse handen en bleef tot in de 18e eeuw van Zeeland. Ook daar werd een Fort Zeelandia gebouwd. Vanaf 1667 was Suriname een kolonie van Zeeland. Maar het bracht de Zeeuwen meer ellende dan profijt. 16 jaar later werd de kolonie alweer verkocht. Bij Paramaribo, ooit de nederzetting Nieuw-Middelburg, herinnert een vestingwerk aan de Zeeuwse periode, Fort Zeelandia.